De verkiezingen bij de Surinaamse Politiebond zijn vanmorgen van start gegaan. Naast het huidig bestuur onder de naam Vernieuwingsbeweging, VNB, zijn er ook nog de groepen De Haan, de Stootgroep Rechtspositionele Aangelegenheden, SRA en Groep David. Alle vier groepen hebben andere beleidsinzichten hoe zij zich als nieuw bondsbestuur voor de politieambtenaren zullen inzetten. Volgens kandidaatvoorzitter Jacobus Anantoué wilt groep De Haan verandering in de leiding van de Surinaamse politiebond. Hij is positief over de verkiezingsuitslag. De uitgaande dus van wat we allemaal in het veld hebben gepresenteerd en dus de reactie van de kiezer, hoor, want omdat uiteindelijk hebben we dus te maken met een dik 2000 plus kiezers bij dus die twee entiteiten, dus de politiesportcentrale en de SPB, die hun stem moeten uitbrengen. Ik heb zaken vanaf dag 1 gevolgd. Het is niet veranderd, echt. Maar natuurlijk met de tijdgeest is het dus dat je zaken gaat aanpassen. Zaken die de politieman primair interesseren zijn, onder andere het salaris, woningbouw, weet je, die man zijn toelages en rechtspositie. Volgens kandidaatvoorzitter van de VNB, Milando Atompay, heeft het huidig bestuur reeds bewezen wat hij kan. En dat zal te merken zijn tijdens de uitslag, zegt hij. Was dan goed. Het is eigenlijk een strijd van het rechtvaardige tegen het kwade. En het rechtvaardige zal het altijd zegevieren. Dat is het. En wat zijn de aandachtspunten voor de vernieuwingsbeweging voor het nieuw bestuur? Kijk, luister, we hebben altijd gezegd, wij praten niet uit het hoofd en werken niet uit het hoofd. We hebben een verkiezingsprogramma en daarmee gaan we de komende 5 jaren in. We zijn bezig met onze loonverbetering, ongevallenverzekeringen, de toelages en natuurlijk ervoor blijven zorgen dat de politie een goed bestaan zal blijven hebben. Naast de verkiezing van de Surinaamse Politiebond was er nog een verkiezing voor een nieuw bestuur van de politiesportcentrale. Ook vanuit de groepen zijn er kandidaten voorgedragen. Volgens kandidaatvoorzitter van de VNB, Sergio Gentel, wil de VNB het sportwezen van het KPS nieuw leven inblazen. Waar wij naartoe willen gaan is het vergroten van de verdiencapaciteit van onze sportfaciliteiten. U ziet hier op het terrein is een van de faciliteiten. We hebben een aantal sportvelden, een volleybalveld, 2 mini-voetbalvelden, een grote voetbalveld hier, een sporthal, zwemaccommodaties. Daarachter hebben we nog terrein dat braak ligt. Dat gaat tot en met de Koezewijnenstraat. En het voornemen is om daar ook een cultuur te brengen en in alle gevallen voor te zorgen dat de verdiencapaciteit van de sportcentrale vergroot wordt. En dat met de politieambtenaren de geoefendheid van de mensen op peil komt. Volgens kandidaatvoorzitter van de groep De Haan, Meryl Chotesing, is het belangrijk dat agenten fysiek in goede conditie zijn. Kandidaatvoorzitter van de SRA, Milton Kensmel, zegt dat sport een belangrijke positie moet innemen in het leven van een politieambtenaar. Wij van team De Haan willen diversiteit brengen. Dus we willen de verschillende takken van sport weer aanbieden. Omdat wij de mening zijn toegedaan dat de nodige aandacht niet aan alle takken van sport zijn aangeboden. Dus daarvoor gaan wij van Team De Haan om ons in het bijzonder sterk te maken. En hoe ziet de verkiezingen naar uit? Denk je dat mensen dezelfde mening zijn toegedaan dat ze meer willen sporten? Ja, sowieso. Omdat sporten als mens maakt sporten ook deel uit van het lichaam. Toch? Dus als mens, ik vind persoonlijk dat je gewoon moet sporten. En wij als politiemannen hebben het sporten nog meer nodig om in goede fysieke welzijn te kunnen, een gesteldheid te kunnen verkeren. Voor ons is van belang dat een gezonde politieman vaak genoeg met zich meebrengt een gezond gezin. Het is een weerslag naar het gezin toe. Dus wij kijken uit naar het moment dat we de overwinning binnen hebben. En dan willen we gaan voor op geregelde basis organiseren, althans zolang de COVID-situatie het toelaat, dat we op geregelde basis
vaker sportactiviteiten willen organiseren voor politieambtenaren en hun gezinnen. Kandidaat-voorzitters van de SRA, Milton Kensmeel en daarvoor Meryl Chotty Singh van de Haan en Sergio Gentle van de VNB. De uitslag van de politiebondverkiezingen wordt later op de avond bekendgemaakt.